Dames en heren, geachte leden van de raad van de gemeente Hardenberg, mensen uit de Krim, van harte welkom op deze raadsvergadering van dinsdag 9 januari. Ik open de vergadering met mededeling van afwezigheid van mevrouw Hansen, de heer Bak, de heer Reiling en voor het overige zijn wij compleet. Bij de mededelingen van vanavond zou ik stil willen staan bij het overlijden van de heer Koers, oud-wethouder van de gemeente Gramsberg. Ik doe dat van achter het spreekgestoel. Dames en heren, en ik verzoek u voor zover mogelijk om te gaan staan. Want wij staan stil bij het overlijden van een oud-raadslid en vooral ook oud-wethouder van de gemeente Gramsbergen. Op donderdag 4 januari is oud-raadslid, oud-wethouder zoals gezegd van de voormalige gemeente Gramsbergen, de heer Koers, op 83-jarige leeftijd overleden. En namens het gemeentebestuur van de gemeente Hardenberg wil ik zijn familie onze oprechte deelneming betuigen. De heer Koers was van 1970 tot 1998 raadslid en van 1994 tot 1998 ook wethouder namens het CDA van de voormalige gemeente Gramsbergen. Wij denken met veel respect en dankbaarheid terug naar de periode waarin hij zich heeft ingezet als gemeentebestuurder voor de inwoners van de voormalige gemeente Gramsbergen. Ik zou u willen vragen om daarvoor met elkaar nu 1 minuut stilte in acht te willen. Dank u wel. U mag weer zitten. Ja, daarmee beginnen we deze vergadering iets anders dan gebruikelijk. Maar mooi om hier op dit moment ook even stil te staan. Stil te kunnen staan bij zijn overlijden. En hem te gedenken. Agenda punt 1 is daarmee behandeld. En we gaan naar de actuele vragenronde. Is er iemand die gebruik wenst te maken van de actuele vragenronde? Dat is niet het geval. Gaan we naar agenda punt 3. De vaststelling van de agenda. En ik vraag u, kan deze volgorde uw goedkeuring wegdragen? De heer Odink en mevrouw Van der Hoek. De heer Odink. Ja, voor wat betreft de vaststelling van de agenda. ik heb in eerste instantie gezien, zeg maar, voor wat betreft agenda punt 7. De verplaatsing, verzoekwijziging bestemmingsplan te behoeven van de verplaatsing van Aldi. Dat er zeg maar, op mijn verjaardag, 2 januari, nog een brief is gekomen van de advocaten-AKD. Ik heb die zeg maar, via mail gekregen, maar ik zie hem ook hier in de stukken terug. De aanleiding van deze brief, zeg maar, was voor, tenminste het ontvangen van deze brief, was voor ons niet aanleiding om wat met het agendapunt te doen. Maar ik vond het wel even belangrijk om het nog te melden. Akkoord. Dat, dat is in ieder geval voor onze fractie geen aanleiding om er verder wat mee te doen. Waarvan de acteur nu zegt, wat ons betreft kan het gewoon een hamerstuk blijven. En ook anderen hebben niet aangegeven dit anders te willen behandelen dan zoals hij nu staat geagendeerd. Akkoord. Mevrouw Van den Hoek. Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat ik namens meerdere fracties spreek om te vragen om het dossier NAM op de raadsagenda te plaatsen. Zodat we daar de ruimte toe hebben om vragen te kunnen stellen aan het college. Het is een actueel onderwerp. En de reglement van orde biedt de mogelijkheid om dit te agenderen als tenminste ook een meerderheid van de raad dat zou willen. Ik kijk even rond, maar volgens mij zo inschattend is dat het geval. En dat betekent dus dat we een bespreekstuk daarvan maken, dat u een aantal vragen heeft aan het college. Mijn voorstel zou zijn om dat na agenda punt 6 te doen, nieuwbouw multi-MFC de Krim. En om agenda punt 7 een bespreekstuk van te maken, om even NAM. En eigenlijk heeft het te maken met ontwikkelingen, zeg maar. Omtrent. En dat betekent dat we gaan doornummeren. Hamerstukken 7 wordt 8, 8 wordt 9, 10 wordt de lijst met ingekomen stukken, 11 rondvraag, 12 sluiting. Akkoord. Dat is akkoord. Dan anderen nog over de agenda. Niet het geval. We hebben de agenda daarmee vastgesteld. En kom ik bij het spreekrecht voor de agendapunten. Er heeft zich niemand gemeld bij de griffie. En ook nu ziet u geen aanleiding om het spreekrecht te vragen.
En dan gaan wij door met agenda punt 5. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergaderingen van 12 en 19 december. Er zijn geen opmerkingen binnengekomen, ook nu niet. En dat betekent dat we ook die besluitenlijsten kunnen vaststellen zoals ze zijn opgesteld. Akkoord. Brengt ons bij de bespreekstukken van vanavond. Dat zijn er dus twee geworden. En wij beginnen allereerst met agenda punt 6, de nieuwbouw van het multifunctioneel centrum in de Krim. Gezien het onderwerp wou ik dat op grootte van fracties doen. Te beginnen bij de fractie van het CDA. Ik kijk even wie ik het woord mag geven. De heer Dogger, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. In de oriënterende ronde van 19 december... heb ik namens het CDA gezegd dat de Krimse kracht ons heeft laten zien wat de meerwaarde van een multifunctioneel centrum voor de sociale samenhang van dat dorp is. Dit project, opgestart en opgepakt door de bevolking, kan met recht een voorbeeld zijn van waar we als raad graag naartoe willen. Overheidsparticipatie. Nog één keer komen we als gemeenschap bij u voor een bijdrage aan de Krimse kracht. Zo sprak Johan Reefman toen. Mooie, gemeende woorden bij een uniek plan waar wij als CDA veel waardering voor hebben. Het CDA heeft op 19 december ook vastgesteld dat de overheidsparticipatie gezien wordt als een sloot waar we maar moeilijk overheen willen of kunnen springen. Koudwatervrees. We hebben de andere partijen toen opgeroepen om de sprong te wagen. Overheidsparticipatie en in dit geval het beschikbaar stellen van een groot bedrag aan gemeentelijke middelen niet zien als een bedreiging, maar als een kans die het kan bieden om maatschappelijke effecten te bereiken. Leefbaarheid en samenleven. Kracht van de samenleving. Voorzitter, vorige week vroeg de heer Reefman van de werkgroep de Krim Multifunctioneel Centrum mij of het nog nodig is vanavond in te komen spreken. Ik heb hem geadviseerd dat niet te doen. Als werkgroep en als bevolking van de Krim hebben ze al meerdere keren ludiek ingesproken om hun plan kracht bij te zetten. De kerstman was zelfs meegekomen. En, dat was mijn overweging hem te adviseren om het niet te doen, hoe kun je daar nu overheen? Met welke actie zou je nu moeten komen om te voorkomen dat hun plan geen als Pasen en Pinkster op één dag valt toezegging te worden? Waar haal je dan zo vlak na kerst bijvoorbeeld de paaseieren vandaan om hun plan nogmaals kracht bij te zetten? Dat was vorige week dinsdag. Maar afgelopen weekend las ik dat de supermarkten de eerste chocolade-eieren voor Pasen alweer te koop aanbieden. Toch de heer Reefman maar even laten optrommelen met een paashaas met een mand met paaseieren, schoot mij door mijn hoofd. Nee. Vanmorgen las ik in de Stentor dat de Krim vanavond hoopvol naar Harderberg komt. En ze zijn er weer. Omdat ze in de wandelgangen hebben begrepen dat het CDA een stuk heeft geschreven waarmee het CDA alle partijen op één lijn probeert te krijgen. Voorzitter, het college zag binnen haar bestuurlijke kaders geen ruimte mee te gaan in de vraag van de gemeenschap uit de Krim om dieper in de financiële buidel te tasten. En daarmee heeft zij, het college dus, de bal in het politieke speelveld gelegd. Of, om het misschien sprekende te zeggen in de lijn van de inspreker uit de Krim, het college hing de kerstbal in de kerstboom van de raad. Het CDA constateert dat de ballen inmiddels uit de boom zijn gehaald. De raad van Harderberg heeft haar koudwatervrees overwonnen. De raad heeft de overkant van de sloot bereikt.
Sommigen door meteen een ferme sprong te nemen. Anderen door iets verderop op een smaller stuk te springen. En weer anderen voorzichtig omlopend via het bruggetje. Maar we zijn aan de andere kant gekomen. De kant van de overheidsparticipatie. En door de koppen bij elkaar te steken en samen amendement, in een amendement een richtinggevend besluit vast te leggen als antwoord op de vraag uit de gemeenschap van de Krim. Ik wil u graag het dictum dat raadsbreed is ondertekend van de motie, wil ik graag voorlezen. Het dictum van het amendement luidt: onderdeel 2 van het voorgestelde dictum te vervangen door 2a. Een laatste en extra bijdrage van 1 miljoen in de realisatie van de MFA ter beschikking te stellen onder de voorwaarde dat de werkgroep aan kan tonen dat de volledige investering gedekt is met financiële middelen zoals is opgenomen in het ingediende plan. 2b. Deze extra bijdrage zoveel mogelijk te dekken uit het rekeningresultaat 2017 en indien dit niet volledig mogelijk is, het restant uit de algemene reserve. En tot slot 2c. De algemene reserve op termijn weer aan te vullen met de middelen, in totaal geschat op 400.000 euro, die beschikbaar komen uit de verkoop van de grond onder de scholen en het synergie-effect dat nieuwbouw van de scholen aan en bij het MFA geeft. Akkoord. Dit amendement gaat deel uitmaken van de beraadslaging. Voorzitter, tot zover de eerste termijn van het CDA. Dank u wel, heer Dogge. Ik constateer dat er op dit moment geen vragen zijn. De fractie van de ChristenUnie. Het woord is aan de heer Stelpstra. Dank u wel, voorzitter. Wat fijn om zoveel mensen hier te zien. Uit de Krim, de Krimse kracht. Ik wil van deze mogelijkheid toch even gebruik maken om iedereen nog een mooi, gezegend en waardevol 2018 toe te wensen. Beste mensen, we zijn al een poosje onderweg met de Krim. Ik meen dat jullie bij de begroting hebben ingesproken. We hebben met de werkgroep al bezoek gehad bij de fractie. We zijn naar de Krim geweest. We hebben met de wethouder gesproken. En jullie hebben hier in december nog ingesproken. En het is wat ons betreft duidelijk. Jullie hebben een mooi plan en jullie verdienen een nieuw MFA. En wij hebben daarom samen met het CDA en de PvdA, ik denk dat de heer Dogge dat is vergeten, maar het is een gezamenlijk plan van zowel, ik herhaal het nog eventjes, van de ChristenUnie, PvdA en CDA, om een miljoen. En de hele raad stemt hiermee in. Het is een unaniem voorstel en wij wensen de Krim ook alle succes toe. Dank u wel. Ja. Voordat de raad daarover gaat stemmen, want zover is het nog niet, geef ik toch nog graag even de andere fracties het woord om ook nog te spreken. Het woord is aan de VVD, de heer Gelling. Voorzitter, dank u wel. Ja, voorzitter, u hoort het wel, succes kent vele vaders. Tot drie keer toe duidelijk genoemd wie uiteindelijk het voorstel ingediend heeft. En meneer Stelpstra zal u niet vergeten te vermelden dat alle fracties ook mede ondertekenen. Dank daarvoor. Duidelijk mogen zijn, voorzitter, dat overigens de VVD-fractie, u constateert al terecht, wat uitgedund is. Dat heeft ermee te maken, niet met desinteresse, maar Sean Joosten is benoemd tot burgemeester in Dinkelland. Daar kom ik vandaan. We zijn een paar hebben moeten achterlaten daar bij de receptie, voorzitter. Vandaar. Laat ik één ding helder stellen. Dus ik was ook overigens in de veronderstelling, voor ik wegging, dat we een gezamenlijke woordvoering zouden doen, maar ik begrijp nu dat meneer Dogge de kerstballen namens de CDA uit de boom haalt en iets met paaseieren. Dus ik hou het even voor mezelf, maar ik hou het heel kort. Want de VVD-fractie is namelijk de mening toegedaan dat ze in de Krim niets krijgen. Ook niet dat de Raad iets weggeeft aan de Krim. Nee, voorzitter, de VVD-fractie is de mening toegedaan dat de Krim het verdient om een bijdrage te krijgen. Want we hebben het altijd vaak over de kernen waar leefbaarheid belangrijk is. We hebben het vaak over de Krimse kracht, over veel dingen doen. En daar hoort dan ook bij dat als er op deze manier een eigen initiatief ontwikkeld wordt, bij een zodanig structurele bijdrage wordt geleverd voor een plan, dat je als gemeente ook niet anders kan dan dat faciliteren. Dus wat ons betreft een welgemeend en hartelijke felicitatie aan de Krim dat dit maar mogen lukken. U moet nog een paar dingen doen, maar we hebben er alle vertrouwen in dat met zoveel inzet, zoveel passie en zoveel genegenheid dat geen probleem kan zijn.
We hadden nog een paar technische vragen gesteld, maar ik begreep al van de griffier dat die nog behandeld gaan worden zometeen hier. En laat ik daarmee de feestvreugde in ieder geval niet beperken. Dus nogmaals namens de VVD. Gefeliciteerd. Akkoord, dank u wel. De fractie van de Partij van de Arbeid, mevrouw Luiten. Om de een of andere reden kan ik me niet echt voorstellen dat het u heel veel uitmaakt wie het allemaal heeft ingediend en wie het allemaal wel of niet heeft ondertekend. Wij vonden het 2 weken, of wanneer was het de vorige keer, al een heel goed idee. Zo'n sterke gemeenschap verdient gewoon een supergoed huis om elkaar te blijven ontmoeten. Wij stemmen voor en wat ons betreft zeer gefeliciteerd. We hopen dat we een keer op de koffie mogen komen. Akkoord, dank u wel. De fractie van Op Koers.nu ook nog spreken. Daarvoor geef ik nu graag de gelegenheid. Het woord is aan mevrouw Kelder. Dank u wel, voorzitter. Zeg ja tegen MFA in dit jaar, 2018. Een goed begin. De eerste inspraak van de werkgroep van de inwoners van de Krim was bij de begrotingsvergadering. En al bij de vorige oriënterende ronde hebben wij gezien met hoeveel jullie uit de Krim hier aanwezig waren in de raadzaal. Dat geeft aan dat jullie veel doorzettingsvermogen hebben om met elkaar en met je vrijwilligers dit rond te zetten. Het geeft ons daarom ook vertrouwen in dat we dit, het MFA, kunnen en willen realiseren. Bij de vorige oriënterende ronde gaf ik dat ook al aan. En ik kan zeggen, het is gelukt. In samenwerking met alle andere partijen hier in de Raad is allereerst een motie samengesteld. Maar om toch zekerheid te hebben dat we dit als Raad jullie kunnen toezeggen, is dit in een amendement opgenomen. Als fractie van Op Koers.nu steunen we dit amendement. De fractie van Op Koers.nu zegt ja tegen MFA de Krim. We wensen jullie de Krim en met al haar inwoners dan ook alle goeds voor 2018. Dank u wel. Akkoord, dank u wel. Fractie van D66, de heer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Ik sluit mij graag aan bij de feestvreugde die vanavond heerst. En ook natuurlijk met de uiting van de beste wensen voor 2018. Voor mijn collega's hier in de Raad, maar ook natuurlijk voor alle inwoners van Hardenberg en met name dan de Krim. Hen wil ik ook graag complimenteren met hun inzet, eigen bijdrage van alle inwoners en natuurlijk die van de werkgroep om dit allemaal tot stand te brengen. Wij ondertekenen van harte natuurlijk het amendement mee, maar dat was al aangekondigd. En dat hebben we gedaan omdat dit nou een mooi voorbeeld is van samenwerking tussen inwoners van de gemeente en de overheid. En wij hopen eerlijk gezegd dat dit een voorbeeld zal zijn dat in de komende jaren navolging gaat krijgen, want er liggen voldoende andere uitdagingen voor ons, waaronder die van de zorg en de energietransitie, om maar wat geks te noemen. Nogmaals, wij gaan mee met het amendement en daarmee feliciteren wij zeer waarschijnlijk de Krim met hun nieuwe multifunctionele accommodatie. Tot zover. Dank, heer Rodemond. Tot slot, de fractie van GroenLinks, mevrouw Van der Hoek. Als laatste in de rij. Voorzitter, volgens mij dacht de Krim, we gaan toch nog een keer, om zeker te zijn dat we hem binnenhalen. Gefeliciteerd. En bedankt, want u heeft de Krimse kracht hier in de gemeenteraad gebracht. Dat betekent dat 1 persoon komt met een idee en vervolgens ga je collectief zorgen voor een oplossing. Dat heeft u tot stand gebracht om elke keer hier te komen met een fantastisch plan en opnieuw heeft laten zien dat samen iets doen beter is dan in je eentje. En dat hebben wij hier overgenomen, dus waarvoor onze dank. Gefeliciteerd. Akkoord, mooi, dank u wel. Voordat we tot de besluitvorming overgaan, die op zich heel overzichtelijk lijkt volgens mij, zou ik toch nog ook het college wel de gelegenheid willen geven bij monden van de heer Prins om in ieder geval in te gaan op de technische vragen, zoals die net al werden aangekondigd door de heer Gelling, die hij vandaag heeft ingeleverd. Het heeft iets te maken met garantstelling volgens mij. En toch ook nog even een woord in de richting van het amendement dat is ingediend. Heer de Prins. Ja, dank u wel, voorzitter. Wat moet je als portefeuillehouder dan nog zeggen, hè? Zonder feestvreugdes te bederven en zo. En dat lijkt me ook niet handig. Maar laat ik maar ingaan op de technische vraag. Terecht merkte de heer Gelling op van nou, hoe zit het met garantstellingen voor dit soort grote bedragen. Als er
toch, en daar gaan we niet vanuit, iets mocht mislukken. Wat gebeurt er dan met het vastgoed? Wat gebeurt er dan met de voorziening? En we hebben er even voor gekozen om dat nog niet schriftelijk te doen, omdat we dat nog niet volop hebben kunnen bespreken met de werkgroep. Maar ik zeg u toe dat wij ons uiterste best doen om in de voorwaarden dat op te nemen. Wordt het erfpacht, dan kun je dat wat makkelijker opnemen. Maar erfpacht kan voor andere dingen weer een belemmering zijn. Daar hebben we ook wel eens wat van gezien bij het verkoop ziekenhuisterrein en zo. Dus ik zeg u toe dat er voorwaarden opgenomen zullen gaan worden. En dat wij ons uiterste best doen, ja, om in samenspraak met de werkgroep, dat wij daar in de voorwaarden opgenomen krijgen. Dat mocht het op een of andere wijze mislukken, dat wij dan, dat de gemeenschap, de gemeente, dan weer in de goede positie komt wat betreft de middelen. Er was ook nog een vraag gesteld, in hoeverre hebben ze de vrijheid om het gebouw voor gebruik te laten veranderen. Nou, A, je hebt een bestemmingsplan. En B, ook in de voorwaarden zullen we opnemen dat gebruik voor een dorp, voor MFA Sportal is. En als dat gewijzigd moet worden, dat dat niet anders kan, dan vooraf met de gemeente daarover in contact te treden. En daar hebben ze de goedkeuring van de gemeente nodig. Ja? Als dit straks ook in het verslag komt, dan denk ik dat ik daaraan heb voldaan. Ja, de vorige keer hebben we er een hele discussie over gehad. Moeten we nu niet meer doen. Als ik naar het amendement kijk, dan zou ik nog even willen zeggen, die 1 miljoen, dat is extra, dat we elkaar goed begrijpen. Dat wordt dus in totaal 1,2 miljoen. En dat betekent voor de gemeente 1.435.000. Ja, omdat er nog wat afboekingen ook plaats moeten vinden. Dat u dat eventjes scherp hebt. Ja, dat klopt, dat hebben wij scherp. Maar okay. Goed dat u het even zegt. Ja, dat lijkt mij ook wel. Dan ben ik bij punt 2b aangeland. En we hebben hier een kleine, toch wel een beetje de mores in deze gemeente, dat we met name voor grote bedragen geen voorschot nemen op het rekeningresultaat. Dus ik zou u toch willen vragen om eventueel misschien nog om te draaien. En ja, dat klinkt allemaal weer in zo'n feestvreugde een beetje technisch. Maar dat u zegt, we halen het geld uit de algemene reserve. Ja, die is voldoende. En het rekeningresultaat wordt gewoon altijd verrekend met de algemene reserve. Want kijk, we moeten ook niet alle deuren openzetten om maar gewoon elke keer voorschotten te nemen met dit soort grote bedragen voor het rekeningresultaat. Dus zou een advies van onze kant, en nu zijn geen breekpunt, maar een advies zijn van nou, misschien kan je dat nog even omdraaien. En dan wil ik nog één opmerking maken bij 2C. Die 400.000 euro, 250.000 en die 150.000. Ik heb ook in de notitie laten zetten. Ja, dat natuurlijk, ik weet niet of er over 7 jaar nog veel gebouwd wordt in de Krim. Dat is een risico. Maar goed, ik heb u daarop gewezen. En als ik gewoon een beetje door de tekst in lees, als u het heeft over totale schatting, dan heeft u denk ik dat wel onderkend. De raad heeft zijn ding gedaan, zeg ik dan maar. Prima, daarvoor bent u gemeenteraad. En ik denk dat de stemming straks niet anders uit zal wijzen. En nou ja, namens het college wil ik ook de mensen uit de Krim, de werkgroep, feliciteren met het resultaat. U heeft dat op een goede wijze gedaan. Dank u wel. Akkoord. Heldere toelichting op onderdelen. Er zit één punt nog in en dat gaat waar de wethouder het heeft over agenda of over het besluit in het amendement 2b. Ook vanuit de financiële techniek, zeg maar, om te zeggen van haal het bedrag uit de algemene reserve en die wordt wel aangevuld uit het rekeningresultaat. Voorzitter, als ik daar even op mag reageren. Ja, de heer We zitten natuurlijk in 2018, dus in principe ligt het rekeningresultaat 2017 ligt er. Maar, omwille van de duidelijkheid, wil ik voorstellen om inderdaad 2b als volgt te redigeren. En dan is het in feite een kwestie van een aantal woorden wegstrepen, maar dat dan blijft staan. Deze extra bijdrage te dekken uit de algemene reserve. Volgens mij wordt het college daar ontzettend blij van, als dat ook nog zou gaan. Nou, dan is iedereen volgens mij hier blij. Precies, en dan staat niets ons in de weg om hier een besluit over te nemen met deze wijziging. En volgens mij hoeven we daar niet voor te schorsen, tenzij u daar de behoefte toe voelt. Maar ik zie geen aanleiding daartoe. Met die wijziging zou ik, als ik kijk rond, volgens mij zou het voorstel in stemming kunnen brengen. En dan stemmen wij eerst over het amendement. En dan vraag ik u als raad, kunt u instemmen met het ingediende amendement? Door de fracties van CDA, ChristenUnie en PvdA, zeg ik dan maar even. Daar kunt u allemaal mee instemmen. Dan is het amendement daarmee aangenomen. Al dus besloten.
En dan brengt ons dat bij het voorstel zelf. Nieuwbouw multifunctioneel centrum De Krim. Kunt u instemmen met het plan zoals het voor ligt? Alle fracties hier aanwezig, alle aanwezige raadsleden hier aanwezig, constateer ik, zijn voor aanneming van dit plan. En daarmee, met deze hamerslag, is dit besluit gevallen. En daarmee breekt een nieuwe tijd aan voor de Krim. Want naast het feit dat het geld nu beschikbaar is gesteld, moet er ook nog volgens mij ongelooflijk hard gewerkt worden om het een en ander te gaan realiseren met elkaar. Maar dat gaat lukken. Absoluut. Geweldig. Geweldig. Met deze woorden kunnen we volgens mij dit agendapunt nu heel mooi afronden. Want iedereen heeft zijn zegje gedaan. En nou, mouwen opstropen en aan de slag, zullen we maar zeggen. Dank u wel voor uw komst. Ik stel voor dat we wel direct doorgaan met de agenda. En we hopen natuurlijk dat de mensen uit de Krim hier blijven ook. De kinderen die vermaken zich wel hier in het gemeentehuis, heb ik net al geconstateerd. Dus wat dat betreft was een nieuwbouw van het MFC niet nodig. Want u kunt ze ook gewoon hier naartoe brengen. Punt van orde, misschien is het toch verstandig om even 5 minuten te schorsen, kan ik me zo indenken. Akkoord, als de raad daar behoefte aan heeft, dan vind ik dat prima. Dan bieden we de gelegenheid om even te verpozen. De vergadering is voor 5 minuten geschorst. Om elkaar te feliciteren, zullen we maar zeggen. Dames en heren, mag ik verzoeken om in ieder geval de leden van de gemeenteraad weer terug te vragen in de kring. Dames en heren, geachte leden van de gemeenteraad van Hardenberg. Ik stel voor om de vergadering weer aan te vangen. De vergadering is heropend. En aan de orde is agenda punt 7. NAM ontwikkelingen. In de bodem, om het zo maar te zeggen. Het agendapunt is aangevraagd door GroenLinks, mevrouw Van der Hoek. Zou u als eerste het woord willen geven? Dank u wel, voorzitter. Ik begrijp dat het normaal is dat degene die het op de agenda plaatst ook de woordvoering doet. Maar in deze heeft ook de raad collectief in grote meerderheid een aantal vragen voorbereid. En daartoe is ook een motie voorbereid. Het zou wat raar zijn als ik de woord begin en dan eindig met een motie voorstel voordat de wethouder heeft kunnen antwoorden. Via u wil ik u vragen om het woord terug te geven naar de ChristenUnie, de heer Mulder. Akkoord. Ik begrijp dat er dus nog een motie aan zit te komen. Dat er eerst een aantal vragen zijn die nog over dit onderwerp zeg maar, gesteld zouden moeten worden. De heer Mulder. Inventariseer ik even. Zijn er nog anderen die vragen hebben? Ik hoor de heer Jonkhans. De heer Gelling. Kelder, de heer Breukelman. Het woord is aan de heer Mulder. Ja, u mag. Ja, dat is goed. Achter het spreekgestoelte. Ja. Nou, ik ben de voorzitter. Ik ken mijn plek, heer Mulder. Dat weet u. Ja, dank u wel, voorzitter. Het onderwerp betreft de berichtgeving in de krant van 4 januari 2018 over het advies van de staatstoezicht op de mijnen. Geachte voorzitter, afgelopen donderdag 4 januari stond er een artikel in de Stentor met als titel NAM waarschuwt voor aardbevingen in Overijssel. Uit het krantenartikel kwam naar voren dat de NAM 13 jaar langer gas wil blijven winnen uit de bodem van de gemeente Hardenberg. De raad van de gemeente Hardenberg heeft met verbazing kennis genomen van dit artikel. Ook staat in hetzelfde artikel dat de gemeente Hardenberg niet op de hoogte was van dit voornemen. Verder blijkt uit het artikel dat de NAM een gaswinningsplan heeft ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. En deze heeft een advies gevraagd aan het staatstoezicht op de mijnen, welke op 20 november 2017 bekend is gemaakt op de site van diezelfde toezichthouder. De Raad van Hardenberg betreurt het dat het op deze manier naar buiten is gekomen, zonder de gemeenteraad van Hardenberg hierover actief te informeren. Dan had de gemeente Hardenberg de mogelijkheid gehad om deze informatie met haar inwoners te delen middels een persbericht. In de weekberichten van 23
augustus 2017, er zijn dan een aantal vragen hierover, wordt door het college aangegeven richting ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het staatstoezicht op de mijnen en de NAM, om bij deze instanties erop aan te dringen dat het gemeentebestuur van Hardenberg in het vervolg actief wordt geïnformeerd over de ontwikkelingen van de gaswinning in de gemeente Hardenberg. Dit was onder andere naar aanleiding van teveel geproduceerd gas uit het gasveld Hardenberg-Oost. De vraag hier van onze kant en ook namens D66, wat was het antwoord op deze vraag door deze drie instanties? In de weekberichten van 20 december 2017 via actieve informatieplicht naar de Raad is toegekomen, is er een collegevoorstel met een bijbehorende brief voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat met betrekking over het winningsplan van Hardenberg-Oost van de NAM. In het collegevoorstel wordt gerefereerd aan het feit dat het bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat er al een geheel nieuw winningsplan ligt voor Hardenberg voor de periode na 2018. De vraag hierover is, was dit winningsplan, wat dus schijnbaar al bekend was, ook besproken met het college? En zo ja, waarom is de Raad daarover niet geïnformeerd? En hoe nu verder? Er ligt op dit moment een advies van staatstoezicht op de mijnen op het winningsplan van de NAM bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De vraag daarover, wanneer wordt het college en raad geïnformeerd over het advies en hoe ziet het vervolg eruit met de stappen die nog gezet moeten worden? Ook de leden van de Provinciale Staten van Overijssel, voorzitter, werden overvallen door dit krantenbericht en hebben aan gedeputeerde staten van Overijssel een aantal schriftelijke vragen hierover gesteld. Aangezien gemeente Hardenberg als ook provincie Overijssel allebei hun advies moeten mogen uitbrengen over dit winningsplan, is het wellicht beter om samen op te trekken in dit dossier. En hierbij moest ik denken aan wat de voorzitter zelf al verschillende malen gezegd heeft. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. De vraag hierover is dan, is het college bereid om contact te zoeken met gedeputeerde staten om samen op te trekken in dit dossier? En in het advies de Raad actief te betrekken door instemming van de Raad te vragen wanneer het advies over het winningsplan van de NAM gegeven moet worden. De volgende vraag is, is het college bereid om een informatieavond te beleggen waar de leden van de gemeenteraad en misschien in overleg met provincie, waar dan eventueel ook de leden van de provinciale staten kunnen aansluiten, wat nu precies het winningsplan inhoudt, welke is aangevraagd door de NAM? En de laatste vraag hierover. Ook onze inwoners zijn zeer bezorgd nu er in de pers gesproken werd over chronische praktijken. En dan denken we alleen maar weer aan gisteren, aan de aardbeving in Zeerijp met een schaal van 3,4. Voorzitter, de vraag hierover is, hoe denkt het college onze inwoners te informeren over de ontstane situatie? Tot zover. Akkoord, dank u wel. Een groot aantal vragen. Ik merk wel op dat het gaat bij de actuele vragenronde, dus we moeten even kijken hoe ver het college in staat is om überhaupt op grond van de kennis die ze heeft die antwoorden te geven nu, dan wel in een later stadium. Maar laten we dat maar even in het debat afwachten en de reactie van het college. Ik heb begrepen dat dit geen actuele vragenronde meer is, maar een punt. Ja, het is een punt. Ja. Maar wat voorbereiding betreft maakt dat dan niet zo heel veel uit, zeg maar. Er ligt geen stuk aan de grondslag op voorhand. Dat klopt. Maar wel een aantal vragen die, ja, die je uit alle informatie die de afgelopen periode tot ons gekomen is, daaruit kunt filteren. Ik geef het woord aan de heer Jonkhans, PvdA-fractie. Dank u wel, voorzitter. Ja, voorkomen is beter dan genezen. De NAM, ook wel schetsend de Nederlandse aardbevingsmaatschappij genoemd, wil verder met het winnen van gas in de diepe ondergrond in de gemeente Hardenberg. Vooraf heeft de NAM onderzoek laten doen naar de risico's die het met zich meebrengt. De onderzoekers schrijven: de drukdaling in een reservoirgesteente kan zorgen voor spanningen die worden opgebouwd door breuken in en langs het reservoir. De spanningen kunnen leiden tot plotselinge verplaatsingen langs breuken in de vorm van bevingen. Deze kunnen leiden tot schade.
In gewone mensentaal betekent dit dat door de gaswinning er een kans is op aardbevingen. Dat kan leiden tot schade aan gebouwen. En de kans dat dat gebeurt is volgens de onderzoekers reëel. Wat betekent dat voor de bewoners in dit gebied? Dat betekent dat de bewoners mogelijk te maken krijgen met aardbevingen. Dat ze te maken krijgen met schade aan hun gebouwen. Dat ze ook te maken krijgen met waardedaling van hun gebouwen. En, wat ook blijkt gisteren na de aardbeving in Groningen, dat heel veel mensen een levenslange schrik met zich mee blijven dragen. En zich niet meer veilig voelen in hun huis. Dat het reëel is, hebben we gisteren gezien. Klaas Mulder had het er ook al over. Wij zijn daarom van mening dat het beter is te voorkomen dan te genezen. Het gasveld in Groningen geeft ook aan hoe lastig het is om compensatie te ontvangen van de NAM voor geleden schade. Wij vinden daarom dat de gaswinning in Hardenberg zo snel mogelijk moet worden afgebouwd. Tot die tijd moeten er van tevoren garanties worden gegeven voor het herstel van toekomstige schade door een fonds te vullen met geld waaruit de schade betaald kan worden. En dit fonds moet worden gevuld door de veroorzaker en in dit geval is dat de NAM. Daarom vragen we in navolging van Klaas Mulder het college om samen met de provincie, maar ook met het waterschap, want ook het grondwater kan daardoor bedreigd worden, en andere gemeenten in gesprek te gaan met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over de wijze van communicatie. Voorts vinden we ook dat de gemeente Hardenberg zelf ook kan bijdragen aan een spoedige afbouw van onze gasverslaving. Door initiatieven voor energiebesparing, zoals isolerend, slim en energiezuinig vervoer, en het opwekken van duurzame energie door middel van wind, zon en biomassa sneller mogelijk te maken. En vragen het college om vlot met nieuwe plannen hier toe te komen. Dank u wel. Kort, dank u wel. Het woord is aan de heer Gelling, VVD. Voorzitter, dank u wel. Ter zake ook dit agendapunt hetzelfde als het vorige. Ik ging vanochtend van huis in de veronderstelling dat meneer Mulder alle vragen zou stellen namens de gehele raad. En kwam net terug van de receptie, u weet het, waar ik zat, waar de portefeuillehouder ook nog zit. Meneer Bak is achtergebleven, dus u moet het even met mij doen in deze. Voorzitter, we kunnen wel constateren dat de NAM beter is in het winnen van gas dan in het winnen van vertrouwen. Dat is ook een van de zaken die hier telkens weer spelen. Nog aangevuld in dit dossier ter zake uw positie, de zorg van de inwoners die hier in onze gemeente wonen. Zorg die duidelijk werd geactiveerd door het artikel van de Stentor, wat achteraf bleek wat pretentieus te zijn. Maar ook uw reactie was wat merkwaardig. U schreef in de krant dat u niet op de hoogte was van de gang van zaken zoals die voorlag. En dat doet natuurlijk niet goed. Dat doet aan het vertrouwen en aan het wegnemen van zorg natuurlijk geen goed in onze gemeente. Ten meer omdat we natuurlijk allemaal, meneer Mulder zei het al, de situatie in Groningen voor ogen hebben. Ook daar zie je dat je bij wijze van spreken op je hoofd kan gaan staan. Maar dat er zo weinig gebeurt. Althans in de gevoelswaarde zo weinig gebeurt. Vandaar ook dat mijn fractie heel erg blij was met het gezamenlijk optrekken. We hebben daar zelfs, zoals u dat zegt, op de nieuwe media, in dit geval Facebook, nog een artikel geplaatst. Hoe fijn wij het vonden, hoe goed ook om te zien dat de hele raad, als het er echt op aankomt, als er vragen zijn, als er zorgen komen vanuit de gemeente, dat wij dan gezamenlijk optrekken. En vandaar namens mijn fractie wel enige teleurstelling dat nu blijkt, hè, nu we een paar uur verder zijn, dat iedere fractie toch de behoefte voelt om hier voor zichzelf te gaan staan. Vinden wij jammer. Wij vinden het juist heel belangrijk en roepen ook iedereen op in de gemeenteraad hier, maar ook met aangrenzende gemeenten die ermee te maken hebben, om gezamenlijk op te trekken, juist omdat je in samenwerking dingen een duidelijker punt kan maken en veel beter beslagen ten ijs komt. Dat is één, dus de oproep om samen te blijven werken, de handen ineen te slaan en niet van elkaar weg te drijven in dit dossier. En twee, toch ook aan u zelf, voorzitter, om eens te inventariseren. En Jokan zei het al, waar we nou precies over hebben, wat zijn de schadegebieden? En er zijn verschillende omgevingen die genoemd worden. Ik denk dat mensen met name behoefte hebben aan duidelijkheid. Of daar gelijk een fonds voor gemaakt moet worden, dat lijkt me op de zaken vooruitloop. Maar het is in ieder geval helder om eens te constateren hoe de zaken ervoor staan. Wat zijn de risico's en waar moeten we op letten? Dus om de zorg weg te nemen, om aandacht te geven aan iedereen die dat verdient, de opdracht aan ons als raad nogmaals om samen te werken, maar aan u als college om er echt bovenop te gaan zitten. Voorzitter, dank u wel. Dank u wel. Het woord is aan mevrouw Kelder.
Koers.nu. Dank u wel, voorzitter. De fractie van op Koers.nu is eventjes geschrokken en verbaasd van de berichten over de NAM. U begrijpt dat wij daar graag opheldering over willen. Want hoe gaat u als college hiermee om? Wat gaat u eraan doen? Dat is kort maar krachtig. U verrast mij bijna. De heer Breukeman, CDA-fractie. Dank u wel, voorzitter. Ik zou bijna zeggen, ik sluit me aan bij de fractie van op Koers, maar daar kom ik misschien wel heel makkelijk vanaf. Er zijn de nodige woorden al gezegd hier in de Raad en de nodige woordgrappen gemaakt over schokkend nieuws. Nou ja, daar kom ik niet meer overheen, zal ik maar zeggen. Het krantenbericht dat ons in de Stentor heeft bereikt, heeft ook bij het CDA voor de nodige verbazing gezorgd. Daarover zijn een hele hoop vragen al hier in de Raad nu gesteld. Weliswaar niet door één mond, maar wel door één raad. Dat vrolijkt ons wat dat betreft. En het belangrijkste punt voor het CDA is, gaat toch over de communicatie. Want waarom, zijn wij verbaasd en verrast? We zouden toch haast denken dat de NAM daar misschien wat te leren heeft op het gebied van communicatie. Misschien wil het college daar ook nog even kort op reageren zometeen. We hebben ook geconstateerd dat het deze raad wel lukt om als het moet stevig stelling te nemen, bijvoorbeeld in diverse media. Mooi om te lezen dat dat het geval is. En daarna is ook een reactie gekomen van de NAM en ook van het college hebben we een bericht mogen ontvangen. En bijvoorbeeld uit die reactie van de NAM, wel prettig dat daar overigens het proces wat helderder in geschetst wordt, maar daar staan ook teksten als dat de kans niet heel reëel is, dat er geen veranderingen zijn ten opzichte van voorgaande winningsplannen, dat het de winningsplan voor de toekomst niet anders is, dat men tegenwoordig beter kan voorspellen, et cetera. Mooie woorden, maar die mooie woorden zijn een jaar of 20-30 ook gebruikt in het Groningse, zeg ik dan maar hier. Dus dat is niet zozeer iets wat ons nu direct geruststelt. Daarbij dan ook de oproep om misschien te kijken of er iets mogelijk is in de vorm van een nulmeting, om toch te kijken of we dat proces helder kunnen hebben hier als raad in ieder geval. Eens met de opmerking ook vanuit de ChristenUnie om samen op te trekken met de provincie. En we horen graag van het college hoe wij nu verder gaan in dit proces. Dank u wel. Akkoord, dank u wel. En tot slot mevrouw Van der Hoek. Dank u wel, voorzitter. Dit is toch wel een hele toestand geweest de afgelopen dagen sinds 4 januari. En alle vragen die ertoe doen zijn eigenlijk gesteld. Dat betekent dat deze raad zich heeft uitgesproken dat de wijze waarop de communicatie plaatsvindt, de manier waarop we met onze inwoners omgaan, maar ook tegelijkertijd ja, dat de politiek ook de onrust voedt. Dat dat toch een onwenselijke situatie is. We mogen ook een beetje pas op de plaats nemen. Wij zijn geen Groningen. Wat wel is dat het gaat over vooringenomen plan van de NAM, waar de journalistiek mee aan de haal is gegaan met grote koppen. Met alle gevolgen van dien. De kern van alle vragen zoals wij het hebben bezien is, als je slechts adviesrecht hebt en ook provincieadviesrecht slechts hebt en het minister het na zich neer kan leggen, klopt dat dan nog wel? En hebben wij überhaupt invloed over wat er gebeurt op ons grondgebied en in dit geval in onze diepere ondergrond? Dat heeft namelijk allerlei effecten. En met de ChristenUnie en Partij van de Arbeid en gelukkig nog veel breder nu, hebben wij afgelopen jaren steeds naar voren gebracht. Pas op, want sorry achteraf is niet goed genoeg. En dat wordt nu vanavond duidelijk en helder door de meerderheid gedeeld. Om nogmaals dit college een hart onder de riem te steken en een mandaat mee te geven, hebben wij een motie opgesteld. Want wij vinden niet zozeer dat het college verwijtbaar is, maar misschien lopen zij ook achter de feiten aan. Simpelweg omdat het advies op dit moment in het proces nog niet formeel hier ter tafel is gekomen. Dus de actualiteit haalt ook de wethouder in. En dat is een onwenselijke situatie. Samen met het CDA, ChristenUnie en de VVD dienen wij hier een motie in om de wethouder te kunnen ondersteunen. Zo zien wij het. En wij dragen het college op de Raad van Gemeente Hardenberg actief te betrekken bij het opstellen van haar advies met betrekking tot de nieuwe gaswinningsplannen van de NAM. En het conceptadvies
ter instemming voor te leggen aan de Raad, alvorens het aan te bieden aan de minister van Economische Zaken en Klimaat. Samen met de provincie en andere betrokken gemeenten het gesprek aan te gaan met de minister van Economische Zaken en Klimaat over de wijze van communicatie over en van de NAM met betrekking tot al haar activiteiten en in het bijzonder voor de gemeente Hardenberg over de nieuwe winningsplan. Akkoord, dank u wel. Ik constateer dat de motie niet alleen, zoals u zegt, door GroenLinks, CDA en de ChristenUnie wordt ingediend, maar inmiddels ook gesteund wordt door VVD en Partij van de Arbeid, in ieder geval. En wellicht de anderen ook nog, maar dat zien we zo. Ik denk dat het goed is om ook in de richting van het college te kijken. Er zijn een groot aantal vragen gesteld over het proces, de communicatie, het vervolg, zeg maar. Er zijn een paar oproepen gedaan. Dus kijk even in de richting van de heer De Vent, verantwoordelijke wethouder, om in te gaan, voor zover inderdaad dat mogelijk is, op de vragen van dit moment. Dank u wel, voorzitter. Dat zal u niet verbazen dat ook ik en ook het college vorige week onaangenaam werden verrast. Hè? Want wij hameren heel erg op communicatie, juist als het gaat om een gevoelig thema als de ondergrond van onze mooie gemeente. En dan denk je van, hoe kan het, hoe bestaat het? Want ook met de partijen die hier genoemd worden, ministerie, NAM, SODM, hebben we regelmatig contact om ook met name te duiden van, geef nadrukkelijk aan in het proces waar u staat, wat u wilt, en neem de tijd om met elkaar te komen tot een stevig en gefundeerd advies. En betrek ook met name de omgeving daarbij. Dus ik was ook not amused, zeg ik maar, dat noem ik nog maar eufemistisch even, over wat ik las. En tegelijkertijd krijg je dan er ook allerlei gevoelens bij. En als je nu pas raak je gefrustreerd, dat moet je niet doen. Want u weet, met stress doe je niet altijd de goede dingen. Dat hebben we hier geleerd volgens mij in deze raad. Dus ik heb het even op me in laten werken. En gedacht, wat is er nou eigenlijk gebeurd? We hebben vervolgens natuurlijk contact gehad met de NAM. We hebben contact gehad met het ministerie. Al heel snel. En gezegd van, ja, hoe kan dat nou? Hoe bestaat het nou eigenlijk dat je zegt met elkaar en met elkaar uitspreekt een route die je ook zorgvuldig met elkaar in acht wilt nemen? Want op het moment dat er een nieuw winningsplan komt, dan gaat hij eerst voor advies naar SODM. Het is een plan wat door de NAM is ingediend bij het ministerie. De minister vraagt advies aan SODM. SODM brengt dat advies vervolgens terug naar de minister. En die minister stelt het definitieve plan vast en legt het dan pas voor aan gemeente, provincie en waterschap. Dat is de route die we met elkaar afstemmen en bespreken. Dat is dus niet gebeurd. En SODM heeft dus op eigen houtje geacteerd en heeft gedacht, klaar is Kees, we publiceren dit. Met als gevolg dat we hier vanavond met elkaar al die vragen zitten te beantwoorden. Dat was niet nodig geweest. En dan is het wel treffend dat meneer Jonkans zegt, voorkomen is beter dan genezen. Nou, dat past hier volgens mij ook bij. En wat meneer Gelling zegt, winnen van vertrouwen doe je dus niet op deze manier. En als je draagvlak wilt voor hele ingewikkelde en complexe en gevoelige vraagstukken, dan doe je dat niet op deze manier. En dat wat ons betreft, het laatste woord ook nog niet over gezegd. Maar ik heb er wel mee te doen. Ik kan het niet terugpoetsen. En de feitelijkheden moeten we ook onder ogen zien. Ik noem maar even gevoelens en feiten. Dat hebben we hiermee te maken in dit vraagstuk. Dus ik heb mijn gevoel al even volgens mij geduid. De feiten moeten ook helder zijn. De NAM heeft gezegd, en we hebben in december nog een bestuurlijk overleg gehad met de NAM, van wij gaan om de 5 jaar gaan we toen naar een herziening van ons gaswinningsplan. In 2012 is het laatste herziening geweest, dus hij komt er nu ook aan. Hij ligt voor bij de minister, die vraagt advies aan de SODM. En dan komt dat waarschijnlijk in januari naar u toe. Zonder daar ook concreet op de inhoud in te zijn te gaan. Maar dat is een weg die we normaal ook met elkaar bewandelen. En dat is de route die wij ook vaak kiezen. De NAM heeft ook gezegd van op het moment dat er weer een activiteit plaatsvindt, en u heeft de afgelopen maanden verschillende activiteiten voorbij zien komen van de NAM, dan betrekken we ook nadrukkelijk de omgeving daarbij. Dat heb ik ook bevestigd gekregen van verschillende plaatselijke belangen, dat ze dat ook doen. Voorzitter, en ik wil die feitelijkheden ook gewoon nadrukkelijk onder ogen zien.
En als het dus netjes was gebeurd in de communicatie, hadden we hier nu niet met elkaar dit debat gevoerd. Ik vind het heel jammer, want daarmee breng je ook de zaak op een achterstand en niet op een voorsprong. En ik houd er niet van om achter de troep aan te lopen. Ik loop er liever iets vooruit, zeg ik dan maar. Ik ga toe naar de beantwoording van de vragen, voor zover dat nu mogelijk is. Dan kom ik ook bij de heer Mulder. En dus we hebben in augustus inderdaad nadrukkelijk ook met de NAM gecommuniceerd met u als raad, uitvoerig geïnformeerd over toen de discussie die speelde, die ook op een merkwaardige manier wat in het nieuws was gekomen, rondom te veel geproduceerd gas in Hardenberg-Oost. En toen hebben we ook nadrukkelijk in dat stuk gezegd, want wij hechten juist aan die communicatie, want we trekken met waterschap en provincie daar samen in op. En dan wijs je die partners nadrukkelijk nog een keer op die rol die ze daarin hebben. En dat is ook wel bevestigd, hè, dat dat zou moeten. Maar dan zie je toch wat er vorige week is gebeurd. En vandaar ook dat we onmiddellijk toen contact hebben opgenomen om daar wat mee te gaan doen. Want u merkt, ik ben er nog steeds getergd over. Maar goed, we kunnen dat niet terugdraaien. En was het plan dan bekend? Nee, inhoudelijk kennen we dat hele plan dus niet. Want dat plan zou dus via de minister met het advies van de SODM naar ons toekomen. Nou, wij wachten. We hebben vrijdag nog weer contact gehad met het ministerie. Het ministerie heeft gezegd van nou, wij sturen vast een mail met een scan van het plan plus de adviesaanvraag. En we krijgen waarschijnlijk morgen per post hier binnen. En dan is hij pas definitief, kunnen we hem ook definitief in behandeling gaan nemen. Ik heb begrepen dat de NAM, of dat het ministerie, want ik wil heel precies zijn. Het ministerie is onze partner nu in dit geval. Wij moeten adviseren aan de minister. Niet aan de NAM, aan de minister. En ook niet aan de SODM. Dat is volgens mij de route die we heel zuiver moeten houden met elkaar. Voorzitter, mag ik een vraag stellen aan de portefeuillehouder? Ja, ik was zojuist wat stil, dat besef ik mij overigens. Maar volgens mij heeft de heer Bulder van de ChristenUnie al kenbaar gemaakt dat hij ook namens de fractie van D66 sprak. Dus durf ik ook wel in deze discussie mee te mengen. De wethouder heeft het op dit moment over een aantal vaste procedures die gelden. Zo moeten de zaken lopen, dat snap ik. De NAM opereert daarbij, lijkt het soms, ik ben voorzichtig, als volgt dat als in Groningen de gaskraan wat dichter moet, dat elders de winning wat geïntensiveerd gaat worden of moet worden. Dat snap ik ergens wel vanuit commercieel oogpunt, maar los van dat zie je dan wel weer gelijk reacties in de samenlevingen bij andere velden. Nu heeft de heer Wiebes als minister nu gezegd dat de gaskraan in Groningen wat sneller dicht zou moeten, juist bijna als een soort Pavlov-reactie op de meest recente aardbeving die heeft plaatsgevonden. Dat zou dus kunnen betekenen dat de NAM even buiten de procedures om plannen gaat maken om elders, mogelijk hier in Hardenberg, de winning te gaan intensiveren. Gaan gesprekken ook in die richting bijvoorbeeld? Even los dus nog van procedures. Hebben we een beeld van de werkwijze van de NAM in deze? Nee, dat gaat niet op die manier. Maar volgens mij wordt het totale gaswinningsvolume vastgesteld door uiteindelijk door het ministerie. En NAM voert niet anders dan uit, zeg ik dan maar even. En beoordeelt de technische mogelijkheden op dat terrein. De gesprekken met de minister, gaan die dan ook in op dit soort vraagstukken of mogelijk zorgen zelfs? Nou ja, kijk, ik kom straks terug op het adviestraject. De opdracht die we hier hebben met elkaar, in dat bijzondere spel, is dat we ons adviesrecht, en onze adviesrol, zo sterk en zo stevig mogelijk invullen. Samen met de anderen. Daar kom ik straks in de beantwoording nog even op terug. Ik ga door, voorzitter, met de beantwoording. Dus ik heb hier gezegd over dat plan is inhoudelijk dus niet bekend, maar nu komt hij naar ons toe en we zullen het met u delen en dan gaat het starten. De vraag is ook van hoe gaan we nu verder? Ik doe het even door elkaar heen, want daar hebben we natuurlijk ook wel goed over nagedacht. Ik heb vandaag contact gehad met zowel de gedeputeerden als ook met de bestuurder van het waterschap. Want u moet weten dat als het gaat om een beoordeling van een NAM-activiteit of het gaat om een uitwerking van een vergunning, dan hebben we daar amperlijk al de samenwerking tussen gemeente, provincie en waterschap. Dat loopt uitstekend. Dat heb ik ook bevestigd gekregen. Hier is wel een plan aan de orde, tenminste zoals we dat nu kunnen lezen uit de SODM-informatie, die nogal wat impact heeft. Want het gaat niet alleen over verlenging. Het gaat ook over uitbreiding eventueel, afhankelijk van de scenario's die gekozen worden. Dat hebben we een heel ander vraagstuk. En dan begrijp ik wel de onrust die er ontstaat bij mensen. En zeker indachtig van wat er gisteren in Groningen is gebeurd.
Dus we hebben gezegd, en ik heb ook het voorstel gedaan aan mijn collega-bestuurders, om daar nu ook gezamenlijk bestuurlijk in op te trekken. Dus wat er aan de orde is, volgende week is er een ambtelijk overleg, ook met het ministerie daarbij. En even later zal er ook een bestuurlijk overleg plaatsvinden, waarin wij gaan kijken hoe we dat advies, die adviesrol gezamenlijk vorm en inhoud kunnen geven. Niet alleen ambtelijk, maar ook, wij betrekken ook uw politiek daarbij. Dus ook met de raden en de staten, want de staten hebben ook op de trommel geroffeld terecht. Die hebben gezegd, ja, we willen er ook bij betrokken worden. Wij gaan dat plan verder vorm en inhoud geven. Hoe we dat precies gaan doen, daar kom ik bij u op terug. Maar na volgende week weet ik meer over hoe we de aanloop nemen tot het eindelijk definitief vaststellen van het advies. En dat komt wat mij betreft dan ook terug hier in uw raad. En misschien wel in een nieuw construct, dat we zeggen samen met de staat. Want het moet wel een eenduidig advies zijn. Als wij niet in staat zijn om een eenduidig advies af te geven, dan word je uitgespeeld, zeg ik altijd. Dus we hebben er allemaal belang bij dat zowel provincie als het waterschap en gemeente komen met een stevig gefundeerd advies. En dan kunnen we er misschien iets aan vastkoppelen. Dat is de route die wij nu willen bewandelen. Daarnaast hebben we ook gezegd, ja, de omgeving, daar krijgen we natuurlijk ook allemaal signalen over. Mensen die ongerust zijn, die zeggen, wat betekent dat nu eigenlijk? Want ik kan me voorstellen, als je leest iets over een trilling of een beving, dat je daar niet vrolijk van wordt. Want het is ook voor ons allemaal dichtbij. Dus we hebben ook gezegd, we willen ook een bijeenkomst gaan organiseren met plaatselijke belangen, betrokken plaatselijke belangen, op het moment dat we inzage hebben van de inhoud van het plan en ook de consequenties daarvan kunnen duiden. Dat zal er gaan gebeuren. Dus de komende weken hebben we onze handen vol om dat ook goed te gaan organiseren. Maar dat doen we ook met alle enthousiasme, zeg ik dan maar. Ondanks de frustratie van voor eind vorige week is het nu ook wel misschien de proof of the pudding. Willen wij als regio ook een vuist maken naar de minister toe? Om te laten zien dat wij zuinig zijn op onze ondergrond, enerzijds. Anderzijds dat we ook van alles al doen rondom duurzame energie. Wat meneer Jong had slagen. Dat mag ook wel eens gezegd worden, zou ik willen zeggen, in de hele klimaattransitie. Dus volgens mij heb ik daarmee, meneer Mulder, al een groot deel van uw vragen beantwoord. Daar komen we dus op terug. Wij laten u zien hoe we daarmee verder omgaan. Ik ga toe naar de... Voorzitter, mag ik een korte vraag tussendoor stellen? Ja, een vraag van hoe? Op het moment dat u naar de plaatselijke belangen gaat, betekent dat dat de raad daar ook in betrokken wordt om te horen actief wat er gebeurt? Ja, het lijkt mij ook vanuit uw rol als volksvertegenwoordiger goed dat u weet wat er leeft en speelt. Dat kunt u op uw eigen wijze doen, maar ik ben ook best bereid om er dan gewoon een openbare zitting van te maken. Dus no problem, zo, wat mij betreft. Ik ga even toe naar de aanvullende vragen die zijn gesteld met uw welbevinden, voorzitter. Meneer Jonkans, heb ik al iets van gezegd. Ik denk dat het goed is, want u noemde bijvoorbeeld een garantie inbouwen, fondsen en noem maar op. Nou, u weet, als u het regeerakkoord kent, dan weet u ook dat voor de Groningen er een regionaal fonds is ingesteld. Hè? Er zit 50 miljoen euro in, voor alle duidelijkheid. Voor de economische structuur, maar ook om schades te vergoeden. Dan wil ik ons niet vergelijken met Groningen direct. Maar het is misschien wel een idee om dat eens verder uit te gaan werken in de aanloop naar zo'n advies. Hè? Van wat kunnen we nou, krijgen we iets terug voor de investering die hier wordt gedaan? Hè? Want als de minister blijft volharden zeg maar, in de gasactiviteiten, de gaswinningsactiviteiten, dan is het ook goed om te kijken van kunnen wij een soort social return on investment met elkaar regelen. De heer Jonkans. Maar u weet toch dat in Groningen er nog steeds geen stuk ligt die regelt hoe die gelden uitgekeerd moeten worden. En dat de mensen in Groningen er nog steeds op wachten. Nu weet ik wel van, dat is hier nu nog niet aan de orde. Maar zoals ik mijn inleiding ook begon, voorkomen is beter dan genezen. Ik heb dat liever dat het van tevoren goed geregeld is. Dat daar, als er schade optreedt, geen misverstand over kan bestaan dat er wordt uitgekeerd. In plaats van dat mensen heel erg lang moeten wachten in een bouwval of ze überhaupt wat terugkrijgen. Voorzitter, mag ik hier wel een aanvullende reactie op geven? Ja. Dat extra fonds wat in Groningen is gekomen is natuurlijk naar de zware bevingen die er zijn. Klopt het, wethouder, ik hoop dat u me kunt bevestigen, dat er wettelijk bepaald is in activiteit en schade die er ontstaat door activiteiten van de NAM, dat dat in de basis goed geregeld is.
dat de toezichthouder en het ministerie daar inzicht in heeft. En de excessen waar we het nu over hebben, waar die 50 miljoen voor bedoeld zijn, een apart fonds is waar nog problemen mee zijn. Klopt die waarneming? Want dat we niet hier allerlei extra onrust creëren, maar dat we even bij de feiten blijven. Nee, ik blijf bij de feiten, want ik heb ook volgens mij net genoemd dat het met name heeft te maken met de sociale en economische structuur van het gebied zelf. Los van schaderegelingen. Het ging maar even om het woord fonds, wat meneer Jonkhans heeft genoemd. Dat zou je ook kunnen meenemen als idee, zeg maar, bij de uitwerking van het advies. Daar is het om bedoeld. En laten wij dan ook maar zien dat wij als gemeente onze verantwoordelijkheid ook nemen rondom de energietransitie. Want we hebben hier met de raad ook een mooie ambitie vastgesteld onlangs. Er zijn ook een aantal projecten, pilotprojecten nu ten uitvoer. U krijgt in februari nog een hele mooie presentatie over het warmtenetwerk dat we nu aan het ontwikkelen zijn. Dan kunnen we ook laten zien dat wij het serieus nemen met de energietransitie. Ik denk dat dat signaal ook wel eens een keer afgegeven mag worden. Want we zijn alleen maar aan het verdedigen. Laten we ook maar eens een keer de aanval openen, zou ik willen zeggen. Meneer Gelling, ik heb al iets gezegd over winnen van vertrouwen. Ja, u verwees nog even naar de krant. Dat was een inderdaad bijzondere samenvatting van de krant, zeg ik dan maar even. Want dat is een verantwoordelijkheid van de krant zelf. We hebben altijd nadrukkelijk gezegd, we wisten dat er een plan zat aan te komen, maar kenden niet de inhoud. Dat is wat anders vertaald door de krant, waardoor misschien dat gevoel van merkwaardigheid bij u is gaan leven. Dat kan ik me heel goed voorstellen. De inventarisatie van de schadegebieden, daar heb ik al iets over gezegd. En u vraagt mij ook om daar bovenop te zitten. Nou, ik hoop dat ik met hetgene wat ik nu vertel u heb laten zien dat we er bovenop zitten. En dat we ook de regie, dat op zich ook naar de andere besturen toe, naar ons toegetrokken hebben. Mevrouw Kelder, ik heb volgens mij al het nodige verteld over wat gaan we nu doen. Mooie vraag. En meneer Breukelman, de oproep voor een nulmeting is natuurlijk ook een van de instrumenten die we zouden kunnen gaan inzetten. Om in ieder geval te kunnen kijken van waar staan we dan op dit moment. En optrekken met provincie, daar heb ik volgens mij al het nodige van gezegd. En mevrouw Van der Hoek, het adviesrecht, wat is dat waard? Dat vind ik wel een hele mooie uitdaging. Want volgens mij, even heel nadrukkelijk, wij hebben dus een adviesrol. Die moeten we meer dan 100% nu gaan waarmaken. Dat kunnen we niet alleen, dat doen we met provincie. Dat doen we met het waterschap. De bestuurders hebben dat vanmiddag ook uitgesproken dat ze dat willen. Dus daar gaan we voor met z'n allen. Maar daar hebben we elkaar ook nodig om daar ook eensluidend met elkaar een stevig advies te organiseren. Waar de minister niet omheen kan, zou ik willen zeggen. Want in de nieuwe mijnbouwwet in januari 2017 staat ook nadrukkelijk, moet de minister nadrukkelijk rekening houden met het advies vanuit het gebied. En de motie, moet ik die gelijk maar pakken? Dat wilt. Ja, nou goed, de motie roept mij volgens mij op om, of het college op, excuses, om in ieder geval de raad te betrekken bij de besluitvorming. Nou, volgens mij heb ik daar iets van gezegd. Ik zie de motie als, eigenlijk als een ondersteuning van datgene wat ik net genoemd net in de acties die wij op korte en langere termijn gaan uitzetten. Dan misschien voordat u die vraag stelt, en wanneer komt dat dan? Want we hebben in eerste instantie van het ministerie begrepen dat ze graag rond 1 maart het advies willen. Dat vinden wij wel redelijk kort. Dus we gaan daarover ook nog in gesprek. Er zitten geen wettelijke termijnen aan vast, dus dat is ons houvast. Wij zullen zorgen dat we voldoende tijd en zorgvuldigheid betrachten. Om tot een echt goed, stevig, gefundeerd advies te komen. Daarvoor hebben we tijd nodig en die zou ik ook graag in deze raadsperiode willen afronden. Dat is even mijn oproep. Dank u wel. Voorzitter, mag ik nog één aanvulling akkoord. Maken? Vragen voor de wethouder, de heer Gelling. Dat is een eigen aanvulling op het vertrouwen, hè, waar u net over had in reactie op mijn opening. En ik hoor hele goede dingen. Ik vind dat u uitstraalt in ieder geval dat u daar niet alleen door getergd bent door de mededelingen, maar ook gemotiveerd om hard aan de slag te gaan. Ik denk dat ook heel belangrijk is om een heel duidelijk beeld te krijgen van de situatie. Juist ook, want dat vind ik ook wel een kwestie van vertrouwen om te voorkomen. Omdat Jonkhans net zei dat we hier in een bouwval wonen zometeen en zien dat we de aardbevingen gaan doorstaan. Want dat beeld heb ik nog niet gekregen uit de berichtgeving. Dat het zodanig ernstig is dat hier ook gebeefd gaat worden. En ik denk wel dat het ook goed is om te voorkomen dat dat een eigen leven gaat leiden. Dus daarom juist heel goed inventariseren, heel helder maken wat de risico's zijn. Die in kaart brengen, inderdaad inventariseren waar de gebieden liggen. En ook daar waar mogelijkerwijs, al is het maar een trilling, eventuele schade zou kunnen komen, in ieder geval daar voorbereidingen voor treffen. Andere vragen nog, mevrouw Van Hoek en dan de heer Jonkhans.
Mevrouw van der Hoek. Dank u wel, voorzitter. Mag ik de wethouder complimenten geven voor de resultaten van zijn getergdheid? Verliest u alsjeblieft niet die spirit die u nu heeft. U bent goed op weg. Onze motie die wij met elkaar indienen is om u ruggesteun te geven. Het is niet gebaseerd op dat wij vinden dat u laakbare dingen heeft gedaan. Dat duidelijk is. En ook in aanvulling wat de heer Gelling zegt, brengt u de realiteit weer terug. De krantenkoppen weer tot rust, want dat hebben we nodig. En zeker fijn om te horen dat u ons gaat betrekken, dat u dat voornemens was. Maar vooral ook dat u dat in deze raadsperiode nog wil doen. En dan kunt u uw taak in ieder geval vroeg brengen. Dank u. Komt er een zware last op uw schouder. De heer Jonkhans. Ik heb toch nog even behoefte aan te reageren op de heer Gelling. Net alsof ik hier spoken zie. Maar ik heb het idee dat menigeen zich baseert op het krantenartikel, maar niet op het verhaal van de SODM zelf. En als u dat leest, dan staat daarin dat daar aardbevingen plaats kunnen vinden van 3,8 op de schaal van Richter. Dat is meer dan wat er gisteren in Groningen gebeurt. Dus ik wil helemaal niet de angst aanjagen of wat dan ook. Het gaat mij over risico's. En die moeten in kaart worden gebracht. En ik ben geen geoloog, dus ik zal ook echt niet zeggen dat ik met verstand van zaken daarover praat. Maar ik zie wel dat daar in een rapport een aantal risico's worden geschetst, waarbij onderzoekers aangeven dat die reëel zijn. En daar reageer ik op. En ik wil het niet bagatelliseren, maar ik wil het ook niet groter maken dan dat het is. Ik wil even heel kort. Ja, heel kort en dan even de wethouder daar. Ja, maar het is me helder hoor. Ik heb hetzelfde rapport ook gelezen en ik ben optimist, meneer Jonkhans. Ik lees altijd ik lees op de goede kant. Laat er het verschil zijn tussen ons liberalen en socialisten. Dat wij altijd het goede zien. En u graag aandacht geeft aan dat wat ook zou kunnen gebeuren, maar de andere kant op. Ja, de wethouder wil graag nog even reageren. Kijk even rond, de heer Mulder zag ik ook nog. Ja, ik denk dat het goed is om de vragen ook die meneer Jonkhans stelt, om die ook juist mee te nemen nu in het traject van het advies. We hebben ook gezegd, er zijn al verschillende suggesties gedaan, ook door raadsleden, maar ook door statenleden, die zeggen van laten we een informatiesessie met elkaar organiseren, met betrokken partijen, met deskundigen erbij, om te duiden precies wat die risico's zijn. En wat de kans is van het risico, zeg maar. Dus ik denk dat we insteken op verschillende vormen. Het gaat over de inhoud van het voorstel, het gaat over de techniek, risico's, veiligheid en het proces met de omgeving. Dat zijn onderwerpen die allemaal terugkeren, zeg maar, in die informatie eronder. Akkoord, de heer Mulder. Ja, ik wil in ieder geval de wethouder bedanken dat hij zo snel op al die vragen heeft kunnen antwoorden en kunnen reageren. Ik zie de boosheid en de verbeterdheid heel nadrukkelijk terug. En de grote teleurstelling dat de drie partijen de gemeente niet even meeneemt in zulke soort grote processen. Die best hun impact hebben om de omgeving waar wij hier met elkaar wonen. Nou goed, ik was van in de veronderstelling dat met name die ene vraag bleef liggen over wanneer krijgen we eens wat meer informatie. Maar ik begrijp dat dat ook nog voor 1 maart zou moeten gebeuren. Alvorens het advies naar de ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt. Dus dat wordt wel weer een drukke maand. Akkoord, goed gevuld. Al de portefeuille, zo omschrijft dat dan maar. Dank. Kijk even rond. Er zijn geen vragen meer voor de wethouder. Dank aan de wethouder voor de duidelijke, heldere toelichting. Ik constateer dat er nog wel een motie ligt. Pardon. En die wilt u in stemming brengen. Ja, om ook gewoon politiek te benadrukken. Het belang van, constateer ik. En ik zou die in stemming willen brengen. En ik constateer dat de motie ingediend door GroenLinks, CDA, ChristenUnie, gesteund door VVD, PvdA in ieder geval al. En ik kijk even naar de andere partijen hier nog aan tafel zitten, daar nog niet onder staan. Op koerspunt nu kunt u de motie steunen. Ter ondersteuning van deze motie kunnen we hem ondersteunen. Ja. U steunt de motie. Juist. Ja, u was zo kort en duidelijk net. Mooi. En ik dezelfde vraag aan D66. Ter ondersteuning van de voorgaande ondersteuning ondersteunen we de ondersteuning. Ja. Ook u geeft steun aan de motie, constateer ik. Dan hebben we alle partijen gehad hier aanwezig vanavond. En dat betekent dat deze motie raadsbreed is aangenomen. Bij deze. Akkoord. Dank daarvoor. En daarmee gaan we aan de slag. Gaat het college aan de slag. En dat brengt ons terug bij de agenda. Wij zijn nu toe aan de hamerstukken van vanavond.
Agenda punt nummer 8. Verzoekwijziging bestemmingsplan ten behoeve verplaatsing Aldi supermarkt Dedemsvaart naar Mercator. Is er behoefte aan een stemverklaring? Niet het geval. De heer Rodemond. En u het woord, stemverklaring. Voorzitter, dank u wel. Met het voorstel wat nu voor ligt, excuses voor de brom. Met het voorstel dat nu voor ligt, missen wij in Hardenberg in onze ogen, dat wil zeggen D66, een mooie kans voor Dedemsvaart. We snappen de argumenten van het college en helaas kijken wij er anders tegenaan en zullen daarom ook tegen het voorstel stemmen. Akkoord, dank u wel. Andere stemverklaringen? Niet het geval. Dan vraag ik u, kunt u instemmen met het voorstel voor ligt? CDA-akkoord, ChristenUnie-akkoord, GroenLinks-akkoord, VVD-akkoord, D66 niet akkoord. Op koers ben nu wel akkoord in de Partij van de Arbeid-fractie, voor zover aanwezig. Akkoord. Daarmee is het voorstel ook getalsmatig aangenomen. Agenda punt 9. Vaststellen bestemmingsplan buitengebied Hardenberg-Balderhaarweg 8A in Klooster Haar. Stemverklaring. Niet het geval. Ik vraag u, kunt u instemmen met dit voorstel? Dat is het geval. Alle aanwezige fracties en leden van de raad hier aanwezig stemmen in met het voorstel rondom het bestemmingsplan buitengebied Hardenberg. Akkoord. Agenda punt 10. Lijst ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 9 januari. Akkoord met de wijze van afdoening. Daar kunt u mee instemmen. Agenda punt 11. De rondvraag. Is er behoefte om gebruik te maken van de rondvraag? Niet het geval, wel het geval. De heer Botter. En u het woord. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het is de fractie van Op Koers.nu ter oren gekomen. Doorgaans uit een betrouwbare bron. Dat in Dedemsvaart plannen liggen om voor een aantal uitgeprocedeerde asielzoekers een woonvoorziening te treffen. We zouden u graag willen vragen, bent u daarvan op de hoogte? In hoeverre bent u daarvan op de hoogte? En wat zijn de concrete plannen tot nu toe die daar mogelijk, de nadruk op mogelijk, liggen? Akkoord, ik kijk even in de richting van het college, de heer Prinsen. Is er niet een spreekwoord al gezegd over een klok en een klepel en zo? Volgens mij wel, hè? Nou, ik heb hier vaker gezegd dat we met de woningcorporatie bezig zijn met, noem het maar, een vorm van tiny houses. Ja? En een van die projecten die de Veste oppakt, dat is een soort van tiny houses maken in Dedemsvaart, op een plek waar zij eigenaar zijn van de grond. En dat is voor verschillende doelgroepen, dat mensen die scheiding achter de rug hebben, even tijdelijk wat nodig hebben. Dat kan statushouders zijn. Niks uitgeprocedeerde asielzoekers, statushouders, maar het kunnen ook jongeren zijn. Ja, dat is voor een hele gemixte doelgroep. En uw raad heeft er, en ik weet niet of dat unaniem was, maar in ieder geval in meerderheid, op aangedrongen om daar werk van te maken. Nou, die boodschap hebben wij overgebracht aan woningcorporatie De Veste. En die is daar mee aan de slag. En dat is wat ik erover kan zeggen. Voorzitter, als u mij nog één aanvullende vraag toestaat. Ja. Is er iets bekend over de locatie, de beoogde locatie daarvoor? Ja, bij mij wel. Dan is de tweede aanvullende vraag, voorzitter, of de portefeuillehouder ons deelgenoot wil maken van de mogelijk beoogde locatie. Niet nu, want ik weet niet in hoeverre de Veste iedereen geïnformeerd heeft. Op dit moment valt daar dan blijkbaar nog niet iets over te zeggen, maar dat komt in een later stadium wellicht, dat is nog maar de vraag, maar wellicht terug. Maar goed, u spreekt over betrouwbare bronnen. Doorgaans zei u erbij, dus wellicht dat die bronnen u verder kunnen helpen ook. Niets meer aan de orde zijn, wou ik deze vergadering sluiten met u goedvinden. Dank voor uw inbreng en deelname aan de vergadering besluitvorming. De vergadering is gesloten. Fijne avond nog gewenst.